Leidschendam was vanochtend even in het middelpunt van de belangstelling. De komst van topmodel Naomi Campbell naar het Sierra Leone tribunaal kon rekenen op zowel nationale als internationale mediabelangstelling. Maar ook omwonenden hoopten vanmorgen een glimp op te vangen van de aankomst van het topmodel. Nou, het is toch grappig, er gebeurt hier nooit wat, dus toch even kijken wat er allemaal aan de hand is. Vindt u het overdreven of zeggen we, nou ja, eigenlijk toch wel, het ziet er wel allemaal spannend uit? Het is misschien wel een beetje overdreven, maar ja, het is toch een bekend iemand, dus... Een beetje overdreven, denkt u dat? Nou, lijkt mij wel. Want ik denk dat het voornamelijk voor het fotomodel is en niet voor de zaak die erachter ligt. Ja, heel veel mensen weten niet waar Leidschendam ligt. Dus het is wel apart dat je dan in één keer in het middelpunt staat. En vanochtend ook, dan kijk je op het nieuws bij TV West en dan, ja, dan denk ik, hé... Daar woon ik. Maar Campbell was anders dan je van een fotomodel zou verwachten, nogal cameraschuw vanochtend. En ze liet zich buiten de rechtszaal dan ook niet zien. Mij is de oor gekomen dat ze op een hele handige manier naar binnen is gegaan. Met een busje, niet geblindeerd of wat dan ook, maar gewoon met een onopvallend busje. En de zijingang naar binnen is gegaan. Tijdens haar getuigenvoor vertelde ze dat ze in 1997 inderdaad bloeddiamanten had aangenomen van twee onbekende mannen tijdens haar verblijf in Zuid-Afrika. When I was sleeping, I had a knock at my door and I opened my door and two men were there and gave me a pouch and said a gift for you. Campbell zei alleen niet te weten of het cadeau afkomstig was van Taylor, de ex-president van Liberia. Rond 11 uur verliet Campbell Leidschendam weer even geruisloos als ze was gekomen.